Jeroen en Sophie willen gaan samenwonen en besluiten om op zoek te gaan naar een huis. Ze zien het ene huis naar het andere, maar meestal zijn ze of te duur of het huis is gewoon niet zo. Jeroen en Sophie ze dromen dan van een andere inrichting, zelf bouwen, maar zelf bouwen in de stad kan bijna nergens. Ze vinden een leegstaand blok, binnenkort klushuizen te koop. Ze besluiten om naar een informatieavond over klushuizen te gaan. Daar wordt verteld over de geschiedenis en het waarom van deze aanpak. Klushuizen zijn eigenlijk een moderne, collectieve versie van het particulier opdrachtgeverschap. Tot de jaren negentig was dat beperkt tot zelfbouw op vrije kavels in meestal kleine gemeenten. Deze verkoop daalde dat decennium van 17 naar 10 procent, als gevolg van stevigere grondposities van projectontwikkelaars. Door de crisis kunnen de projectontwikkelaars minder investeren, maar particulieren nog wel. De Nederlandse overheid stimuleert het nieuwe particulier opdrachtgeverschap klushuizen worden in onder andere Rotterdam aangeboden om bepaalde wijken een interessante make-over te geven. Dit is begonnen in Spangen, waar een heel blok appartementen voor een symbolisch bedrag aan een groep particulieren is verkocht onder een aantal voorwaarden, zoals eigen bewoning en een programma van eisen met betrekking tot renovatie en een gezamenlijke VvE. Jeroen en Sophie gaan bij de klushuizen kijken. De buurt is kleurrijk met veel verschillende winkeltjes, groenteboeren, halalslagers, welhuizen, een garage. Hier moeten ze ook hun potentiële buren. Allemaal ongeveer even oud, met een passie voor klussen en behoefte aan het maken van een eigen plekje, in samenwerking, want het is een collectief project. Jeroen en Sophie slaan aan het schetsen. Daarin worden ze begeleid door een professionele onderneming. Deze professionals begeleiden hen in het vergunning, ontwerp en daadwerkelijke bouwtraject. Daar staan ze dan, in een bouwval. De achtergevel ligt er bijna uit, het dak is open, het klussen kan beginnen. De buren schudden elkaar de hand en gaan aan de slag. Ze slopen, tekenen, containers rijden af en aan. De aannemers komen, ze gaan aan de slag, maar soms gaat het mis. Dingen gaan kapot, er ontstaat vertraging, dingen kosten meer dan verwacht, maar dat was niet de afspraak. Jeroen, Sophie en de andere bewoners maken zich samen sterk tegen de aannemers. Verhitte discussies ontstaan, ook onder de bewoners zelf. Hadden ze hier nu wel aan moeten beginnen. Het huis is af. En achteraf was het de moeite toch allemaal waard. Jeroen, Sophie en hun buren laten de glazen klinken en vieren housewarming na housewarming. Het straatbeeld begint langzaam te veranderen. Een hippe koffiezaak opent zijn deuren en het belhuis op de hoek van de straat maakt plaats voor een delicatessenwinkel. De huur en woningprijzen gaan omhoog. De laatste oude bewoners laden hun spullen in en rijden de straat uit. Maar waar kunnen de oorspronkelijke bewoners terecht?